Al tientallen jaren wordt er gesproken over de komst van de Westfriesjeweg tussen Enkhuizen en Alkmaar. In 2010 worden alle benodigde handtekeningen gezet. En het feestelijke startsein volgt op 13 oktober 2011. Na jaren praten is het eindelijk zeker. De N23 gaat er komen. Toch waarschuwt gedeputeerde Elisabeth Post dan al voor mogelijke tegenvallers. Het is niet zo dat we nu al klaar zijn en wat ik net ook al zei, de schep zo de grond in gaat. Maar ik kan wel de garantie geven dat de weg er komt. Het blijken profetische woorden. Eerst trekt het Rijk een bijdrage van ruim 11 miljoen euro in. En ook de planning blijkt al snel onhaalbaar. September 2017 wordt november 2017. En als de provincie in 2016 ruzie krijgt met aannemer Heijmans over vertragingskosten, lijkt het helemaal mis te gaan. De bouw van de veelbesproken Westfriesiaweg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen loopt weer enorme vertraging op. Na een conflict tussen de aannemer en de provincie is de bouw deels stilgelegd. Uiteindelijk komen de partijen bijna een half jaar later tot een akkoord en worden de werkzaamheden hervat. Daarna gaat het snel. Op 4 oktober van dit jaar komt dan eindelijk het verlossende woord. De Westfriesiaweg gaat op 30 november officieel open voor verkeer. Kosten 426 miljoen euro, oftewel 10 miljoen per kilometer. Het levert de provincie een tekort op van 10 miljoen euro. Dat wordt gedekt door meevallers bij een ander project en een deel uit de reserves. Maar geen automobilist die daar omhaalt. Hij gaat open, de Westfriesiaweg. Ja, fantastisch, echt super.